Blaine County. Godverdomme, wat een uitschot toch ook. Daar is de gevangenis. Daar ben ik natuurlijk net uitgekomen een tijdje geleden. Dat is niet de bedoeling dat ik daarheen ga. Waar Dylan is, ja, ik zeg, kom, ren met me mee. Ik stap uit die auto. Ik ren weg naar het vliegveld. Dylan, nergens te bekennen. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Zo. En had ze flats. Nou, dit was toch een hele mooie zachte landing, dacht ik. Oké. Nou. Eens even kijken. Contacten. Kevin Dooms. Zendt bericht. Hij. Lul. Waar hang je? Oh, kijk nou wat. Ik heb gewoon een autocorrect hierop. Dit is schitterend. Hang. Nee? Ja. Hang je uit. Zo. Gereed. En verzonden. Nou. Is er hier een autootje zoeken? Nou, het staat hier al een caravan, maar dat is niks. Nee. Er zit helemaal geen auto bij. Dus nee, het kutzooi. Er rijden wel auto's, maar ik wil zo min mogelijk opvallen hier. Zit hier ergens nog een mooie auto voor me klaar? Jawel. Kijk eens even aan, hier zijn twee auto's. Nou, dit vind ik een oud barrel. Dit vind ik wel een mooie. Zo, het is een flat. Die is open. Oké, jappatee. En ik rij hem eventjes naar binnen. Totdat die Kevin terug heeft ge-sms. En anders, is het maar jammer voor vandaag. Dan ga ik er wel gewoon vandoor. Ik heb nog steeds geen nieuwe kleren. Hey, kijk nou. Hoppatee. Blaine County, Cloud Viol. Hij is hier ook. Oké. SMS terug of hij in de stad is. In het dorpje, zeg maar. Kom naar. Waar gaan we afspreken? Het ziekenhuis, politiepostje. Ziekenhuis. Huis. Of politie. Moet zo meteen ook maar even andere kleren gaan kopen. Want ik loop nog steeds in die kutzooi. Hey, jawel, hij heeft wel gereageerd. Ben ik al snel laat? Pizza bestellen. Oké. Ik weet niet of hij nou bedoelt dat we een pizza gaan bestellen. Of dat hij echt de pizza bezorgen bedoelt. Dat gaan we zo meteen wel horen van hem. Toen ik hier voor het laatst was, zag het nog een beetje schitterend uit. Nu is het helemaal niks. Nou, top. Hier zit een wapenwinkel. Hey, dat hou ik even in mijn gedachten. Ik heb een ideetje. En. Oh ja, hier links zit het. Medical Center. Ah, kijk, hij staat gewoon daar. Ja, en dan eentje met champignons en eentje met anchovies. En ik wil extra bacon. Jezus, wat cookie, wat te lang geleden. Ja, hè, dat kan je wel stellen. Waar was jij opeens? Nou, weet ik veel. We stonden in die kledingzaak en jullie zeiden, we gaan andere kleren aantrekken. Nou, ik heb het goed voor elkaar, hoor. Ja, dat kan je wel stellen. Kijk hoe ik eruit zie. Je ziet er nog steeds hetzelfde uit, idioot. Ja, inderdaad. Dat bedoel ik ook. Weet jij nog een kroeg hier in de buurt? Ja, nee, ik weet een brandweerkazerne. Is altijd wel gezellig daar. Nou, top, gaan we daarheen. Hey, ik ga je even. Hier links, achteruit. Achteruit? Oh, ja, gewoon links moet jij. Hier zo dus langs. Ja. Ja, oké, helemaal goed. Dan moet je hier weer links, ja. Weer links. Ja. Heb jij gedronken, Kevin? Nou, nee, ik kom er net vandaan. Rechts zo, ja. Ja. Kijk, hier zo aan de rechterkant is het, ja. Oh, ja. Het is een gezellig plekje, hoor. Dit ziet er echt bruisend uit. Vooral deze deur is mooi. Ja, nee, je moet gewoon via de ingang hier zo. Waar? Oh, ja, gewoon hier, joh. Dit is een ingang, oké. Kijk, gewoon gezelligheid hier. Ja, dit is lachen. LP-plaatjes en zo, hé. Ja, zet maar wat leuks op, dan gaan we even bijpraten. Ja, soms moet je even knallen, anders doet hij het niet. Die schoot op de grond, Kevin. Dit is toch een lekker nummertje, hè? Nee, ik vind het een beetje homo-muziek. Ik vind jou homo-muziek. Ja, dat weet ik. Dylan en ik zijn overgebleven. Waar Wie de fuck is Dylan? Ja, Dylan, dat is onze getaway-gast. Nee, dat was Bobby. Nee, ja. Ja, maar die andere. Die we later tegenkwamen. Ja. Bij dat amfitheater, die vent. Ja. Die is, nou, die en ik zijn toen, overgebleven. Want Bobby, die was ook opeens verdwijnen.
Ja, ja, ja. Nou, dus toen zijn Dylan en ik met z'n tweeën gaan kijken waar kunnen we godsnaam heen. Toen kwam ik Bolby tegen in een winkel. Mm-hmm. En in die winkel heeft Bolby de winkel opgeblazen. In het ziekenhuis hebben ze mij, opgemaakt of zo. En ja, je bent wel opgeknapt, moet ik zeggen. Dankjewel, ik voel me ook stukken bijten. Dat is fijn om te horen. Maar goed, back to the story. Ik ben toen helemaal opgekalefaterd, toen kwam ik buiten. En wie stond daar? Bolby. Nou, die was natuurlijk ook net klaar met zijn behandeling. En, nee, wacht even. Bolby, die was er niet bij. En met Dylan heb ik toen iemand ontmoet. David. Ja, ja, ja. Dat zeg je helemaal niks. Nee, niet zo eigenlijk. Nee. Begrijp ik. Nou, ik ga het je uitleggen. Die David, die vent, die is echt knettertje gek. Hij stond boven op een auto toen we hem zagen. Precies, boven op een auto. Ja, ja, ja. En hij schoot iemand dood uit het niets. En toen, toen zei ik van, we moeten hier weg. En toen dwong hij ons om in de auto te stappen. En toen, ja, dat denk ik dus ook de hele tijd. Toen kwam hij met het plan om met hem in de suikerklontjesbusiness te gaan. Weet je hoe dit allemaal klinkt, Cookie? Nou. Echt, dat is een kutverhaal eigenlijk. Wat ik nu zit te denken, die vent heeft ons meerdere malen bedreigd, beschoten, achtervolgd. Ik wil hem eigenlijk omleggen. En met wie kan ik dat beter doen als met mijn beste vriend? Ik heb toevallig alle spulletjes bij me. Oh, dat heb je mooi op tijd gedaan. Ik wilde net voorstellen om naar de wapenhandel te gaan, maar jij hebt gewoon al bommetjes. Ja, nee, nou, niet genoeg hoor. Maar gewoon, ik heb wat. Maar we kunnen wel even langs de wapenhandel als je wil. Oké, nou top. Ja, goeiedag. Ik kom voor bommetjes. Heb jij bommetjes? Ja, heb je niet te zwaaien? Hij heeft wel bommetjes. Hey, ik krijg 5 euro korting ook nog. Wat mij een heel strak plan leek, was om met een vliegtuig op zijn dak te landen en dat op te blazen. Nou, weet je, wat misschien minder veel moeite is, Cookie, om gewoon een paar van die bommetjes. Ja. Heeft die auto of niet? Hij heeft af en toe een auto, maar nooit echt iets zeker. Wat zijn dan weer voor antwoord, lul? Hey, doe ze rustig, jongen, tering! Ben zo zat al die lange verhalen. Heeft hij nou een auto of niet? Nee! Oké, nou dan moeten we een auto voor hem fixen. En dan gooien we gewoon wat bommetjes onderop. En hij ziet dan een beetje in die auto zitten en een beetje weg. Dan knallen we hem gewoon helemaal kapot natuurlijk. Ik vind het een goed plan. We pakken wel een mooie auto dan. Ja, is goed, is goed. Waar staat mijn auto? Ah, die stond hier zo, ja. Wat is dat voor een debiel? Wat? Ja, daar, de scootertje die voorbij rijdt. Zag je hem of niet? Nee. Oh, oké. Niet echt. Maar goed. Donderstorms was dat spannend, hè? Een spannende aflevering, een spannende serie. Het wordt steeds spannender en spannender. Cookie heeft Kevin teruggevonden. En ze gaan met z'n tweeën proberen om de gekke meneer IJsklont, of suiker, weet ik niet, echt heel goed, om hem te kapot te maken. Maar dat zie je volgende week in GTA Roleplay. Vond je dit nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op Dus David Games. En neem een kijkje op mijn eigen kanaal. Dat is Colin van der Bos. Neem ook zeker een kijkje op het kanaal van Kevin. Dat is Kicks Games. Meer heb ik niet te zeggen eigenlijk. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende keer. Doei. En dat was het. Doeg.